Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Simon, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie aan de titel gaan zien, ga ik jullie in deze video uitleggen hoe je heel snel gewoon makkelijk gratis aan 50k kan komen in plaats van al die FIFA coins kopen. Dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dit is een hele makkelijke methode. Het enige wat je moet doen is e-mails aanmaken, wat helemaal bijna geen tijd kost. En van die e-mails PlayStation accounts aanmaken. Ik denk dat de meeste van jullie deze methodes wel al kennen. Dit is namelijk gewoon een methode dat je op ieder account een FUTWAF gaat aanmaken en je coins overzet naar één account. Misschien konden sommige mensen deze methode nog niet. Daarom maak ik deze video. Ik speel offline drafts, want je krijgt dezelfde beloning als een online draft. Ik speel gewoon op amateur, want ja, waarom zou ik dat niet doen? Je krijgt toch dezelfde beloning, alleen je krijgt niet dezelfde muntenbonus. That's it. Als je team dan hebt gemaakt, zoals ik dat nu ook heb, het team wat je maakt, boeit helemaal niet. Dat je speelt toch op een hartstikke laag niveau tegen de computer. Dan ga je gewoon je wedstrijden spelen en dan win je de draft even. Dat zal ik nu ook even snel doen. En dan zie ik jullie zo terug. Zoals je kan zien heb ik gewoon het hele toernooi nu uitgespeeld, of de hele FUTWAF uitgespeeld. Ik heb gewoon 5 doelpunten gemaakt en ik ben weggegaan. Ik heb gewoon andere dingen gedaan. Zo makkelijk is het. Veel mensen weten niet dat je ook offline FUTWAF kan doen. Zoals je nu gaat zien, ga ik mijn prijs claimen. En als je nu goed kijkt, dan zie je dat ik eigenlijk gewoon precies dezelfde packs heb dan als je online speelt. En online heb je natuurlijk ook niet altijd de garantie dat je alles wint en dan komt tot de finale en de finale ook wint. Als je het nou zou doen, dan zou het heel fijn zijn. Oké, hier komt mijn prijs dan nu wel. Hij viel net eventjes weg. En mijn prijs is een premium goudpakket en een premium jumbo goudpakket. Dit is, ik geloof ik, bijna hetzelfde of iets minder dan als je normaal 4 FUTWAFs wint. Of 4 wedstrijden in de FUTWAF wint. Maar nu heb je wel gewoon garantie op het winnen van 4 wedstrijden. Dus je weet wel zeker dat je een goed pakketje ertussen hebt zitten. Het eerste pakketje wat ik dan heb, daar heb ik uit eigenlijk helemaal niks. Nou ja, lekker dit. Gabriel is ook helemaal niks waard met Team of the Year natuurlijk. Even kijken. Maar ik geloof dat FIFA ook een beetje dit gepatcht heeft, zodat je nou minder goede dingen krijgt. Dit is geloof ik wel iets wat FIFA gedaan heeft. Maar in ieder geval met die twee packs heb je rond de 10k wel. En dus maak je dan ook wel 10k winst per FUTWAF die je doet. En ik heb iets van 5, 6 accounts heb ik hiervoor aangemaakt. Dus als je, je kan natuurlijk zoveel accounts maken als je wil. En het duurt helemaal niet veel tijd. Je kan in de tijd dat je dit aanzet, kan je ook gewoon andere dingen doen. En je krijgt dus gewoon 10k per, per FUTWAF ongeveer, per FUTWAF waar je eigenlijk helemaal niks in doet. Dus het heeft ook nog zin ook. Ik kan nu allemaal gewoon quick zetten, krijg je nog iets van 2.3k. Heb je nu al 5k, heb ik nog een ander pakketje. Hier krijg ik waarschijnlijk minder uit. Normaal heb ik trouwens in andere FUTWAFs had ik gewoon veel betere packs. Ik bedoel veel betere, niet de waarde dat in de pack zit, maar de pack zelf. Ik had geloof ik één keer een spelerspakket met 12 verschillende spelers. En allemaal van dat soort packs. Maar nu had ik, ik had nu gewoon een veel mindere pack. Hier 1.5k, dat betekent dat ik 6.5k heb. Je kan natuurlijk ook gewoon heel veel geluk hebben en een hele goede speler pakken. Ik heb ook nog een speler op de transferlijst staan. 3 dingen heb ik op de transferlijst staan. Deze is ongeveer 1 tot 1.5k waard. Hij is 1k waard. Dat betekent dat ik dan op 8k, 9k zit. En deze is 2 tot 300 coins waard. Dat betekent dat ik op 9.2k zit. Je hebt nog zo'n goedkoop pakketje dat je hier hebt altijd. Als je ook de open en quick zet, dan heb je 9.6, 9.7k. Dat is dus ongeveer 10k per account dat je aanmaakt. Dat betekent dat je makkelijk in een dag 50 tot 100k, ligt eraan hoeveel je doet. Als je gewoon 5 accounts op een dag aanmaakt, als je echt heel veel en heel graag coins wil. Als je dan, laten we als voorbeeld gewoon 3 pakken anders. Als je 3 accounts aanmaakt, 3 keer FUTWAF speelt. En als sommige FUTWAFs heb je een goede pack, waar je ook een goede speler uit krijgt. Zeg maar wat, Gamas Rodriguez, Sanchez, Özil, dat soort spelers. Soms heb je ook een veel betere speler natuurlijk erin zitten. Laten we zeggen dat je gemiddeld 15k per FUTWAF krijgt. Heb je over 3 FUTWAFs 45k. Dat duurt je gewoon een uurtje. En in het uurtje kan je ook heel veel andere dingen doen. Want je hoeft niet erbij te zijn als wedstrijden gespeeld worden. Hopelijk hebben jullie hier wat aan gehad. Want ik weet dat je hier heel veel, heel snel coins mee kan maken. Morgen komt er weer een video als deze online. Hoe ik laat zien hoe je eigenlijk zonder te traden toch heel veel en heel snel coins winst kan maken. Hopelijk hebben jullie heel veel aan deze methodes. Doe dan een blauw duimpje omhoog. De volgende video die hierover ging werd ook heel erg goed ontvangen. Hopelijk deze ook. En doe jullie dus allemaal weer dat blauw duimpje omhoog. Zie ik jullie in de volgende video weer terug. Later. Heel toevallig heb ik na de opnames ook deze appeler in mijn bronzen pakketje gekregen. Dat je altijd op het begin van FIFA krijgt. En zoals je kunt zien, appeler is 800 coins waard. En dat is gewoon nog beter meegenomen. Er zitten net iets boven de 10k zelfs. En hier zie je nog maar eigenlijk dat het echt werkt. Hier is eentje voor 500 coins. Dat is ook echt zijn laagste op dit moment.